de kleur. Ja. Een mooie groene papegaai. Maar ik wilde een gele papegaai. Maar de verkoper zei me dat hij gewoon nog niet rijp genoeg was. Nou, dan komt u verder. Gaat u zitten, hè? Dus, deze poes heeft last van jeuk. Ja, en ik kan er 's nachts echt niet van slapen, dokter. Oeh, dat is inderdaad vervelend. Zal ik er dan maar eens even naar gaan kijken? Nou, heel graag. Even kijken. Kijk, die rotte ding ook altijd. Kijk eens. Wat heeft dit te betekenen? Ja, hoe wilt u anders naar mijn poes kijken? Maar toch niet naar... Toch niet naar die poes. Oh. U dacht dat het om mijn kat ging? Ja. Dat zou ik wel denken, ja. Ik ben toch een dierenarts. En u heeft toch een kat bij zich? Moet even wat papier uitzoeken, maar ga gerust verder. Moet dat precies nu? Ja, nu ja. Goed. Dus uw merrie is niet meer hengstig. Nee, dat kun je wel stellen, ja. Oké. Okay. Dus we zitten op het goede spoor, hè? Maar uw eigen hengst heeft dan geen problemen? Die? Nee, nee. Nee, dat is nog 100% in orde. Ach, ja, God. Wat? 200%. Dat is een geluk. Ja, ja, zeker. Maar hoe is dan verder de relatie? Wat bedoelt u eigenlijk? Ja, wat een gekke vraag inderdaad. Doen ze dan nog wel andere dingen samen? Gewone dingen die je doet als je al zo lang bij elkaar bent. Ja. Oh. Ja. Oh. Maar slapen ze dan na al die jaren nog wel in dezelfde box? Ja, dat is net hoe de hoofd staat eigenlijk, ja. Anders moet je er eens een andere hengst bij zetten. Ben je helemaal gek geworden of zo? Sorry hoor, ik dacht dat het gewoon goed advies was. Nou, dat dacht ik wel even anders over. Hallo, bedankt. Alsjeblieft. Hallo, maar ze zijn allemaal geopend? Ja, ik selecteer altijd even op belangrijkheid van de post. U selecteert mijn post? Ja, dat is toch handig? Het is toch een beetje onnodig dat ik een beetje rondloop te dwarrelen met allemaal van die zware post in mijn tas. Dus ik selecteer het altijd even op de belangrijkheid. Ik haal de reclametroep er allemaal een beetje uit en de bedelbrieven. En dan gooi ik dat thuis allemaal in mijn oud papierbak. Dat scheelt mij heel veel teelwerk en dat scheelt jullie heel veel onnodig leeswerk. Je kunt me zien als een soort van spamfilter, weet je wel, op de computer. En mijn oud papierbak thuis is één grote spamfilter voor het hele dorp. Ja, maar luister nou eens even. Jij kan toch niet zomaar gewoon al mijn post openen? Natuurlijk wel. Dat is helemaal geen probleem. Ik heb thuis zo'n handig brievenopenertje, weet je wel. En dan roets, doe ik zo alle brieven open. En dat spul met plastic heb ik wat meer moeite hoor. Maar dat komt allemaal wel goed. Maak je daar maar geen druk om.